Goedemorgen allemaal en welkom bij de kerstuitzending van Nieuws Nou. Of kerstuitzending, moet eigenlijk feestuitzending zeggen. Als je kerst zegt, wordt iedereen getriggerd. Het was een bewogen jaar. Het was het jaar van Harambe, The Dab, Pepe Memes en meerdere genders opeens. Heel veel dingen gebeurt dit jaar. We gaan in deze uitzending gaan we dan ook even mooi het hele jaar bij langs. Even kijken wat de hoogtepunten waren, wat de dieptepunten waren. En aan het einde van de uitzending zullen we dan bekendmaken wie wij als persoon van het jaar hebben uitgekozen dit jaar. Ja, goedemiddag allemaal. We hebben een druk programma zoals je horen. Wij zijn Daan van der Vissen en Robin Brinkman. Maar we gaan er allereerst een hele mooie uitzending van maken. We gaan eerst naar het nieuws toe. En het nieuws van vandaag hoort u van Martijn Douwes. Ja. En goedemorgen allemaal. Het is 11:45. Dit zijn de hoogtepunten van het nieuws. D66 wil ouderen helpen bij zelfdoding. Dit wil de partij doen vanaf het 75ste levensjaar. D66-Kamerlid Pia Dijkstra presenteerde de voltooid levenwet die de partij begin volgend jaar wil indienen. Naast de leeftijdsgrens wil de partij ook persoon een doordachte doodswens heeft. Deze doodswens moet eerst beoordeeld en getoetst worden door een speciaal opgeleide levenseindebegeleider. Een regionale toetsingscommissie moet de procedure achteraf controleren. Alle christelijke partijen zijn het oneens met zelfdoding bij een voltooid leven. Zo ook de 68-jarige Tini Meijer, lid van de ChristenUnie. Voltooid leven vind ik een heel raar begrip. Mm-hmm. Wat is een voltooid leven? En wanneer voelt iemand dat? En kun je daar een leeftijd aan verbinden? Ik vind dat in ieder geval geen goed idee om daar een leeftijd aan te verbinden. Nee. Omdat ik sowieso denk dat je niet je leven moet beëindigen. Dat je daar geen beslissing over moet nemen. En dat komt omdat ik gelovig ben. Ja. En omdat ik dus eigenlijk het leven ook beschouw als iets... Als een geschenk eigenlijk. Ja, snap je. En daar moet je heel goed mee omgaan. En daar kun je zelf als mens eigenlijk niet zo een streep in trekken. Consumentenprijzen zijn ten opzichte van de maand oktober met 0,6% gestegen, zo meldt het CBS. Dit komt vooral door prijsstijgingen van buitenlandse reizen. Maar ook prijsontwikkelingen van voedsel en kleding verhoogden de inflatie gedurende de maand november. Met name melk en groenten werden duurder. Het Centraal Planbureau verwacht dat de inflatie volgend jaar zal stijgen richting de 0,9%. Aangezien verwacht wordt dat de koopkracht ook gaat stijgen, is de kans groot dat de lonen volgend jaar zullen stijgen. Goed nieuws dus voor de portemonnee aan het eind van het jaar. Met hoeveel procent de lonen gaan stijgen is nog even afwachten. Hiervoor moeten eerst nog de vakbonden onderhandelen. Melanie Schultz, de minister van Infrastructuur en Milieu, heeft een plan ingediend om appen op de fiets te verbieden. Vooral jongeren zijn vaak aan het appen op de fiets en het is dan ook niet gek dat deze vaak betrokken zijn bij fietsongelukken. Ook gebruik dat afleidt van het fietsen moet volgens de minister strafbaar worden. Campagnes werpen hun vruchten nog niet af, dus wil de minister nu harder optreden. U hoort de woordvoerster van Melanie Schultz. Het belangrijkste is namelijk dat het steeds gevaarlijker wordt, zeg maar, doordat er steeds meer mensen gebruik maken van een smartphone en daardoor hun aandacht niet weghouden. Hè? En dat is iets wat we zien en dat is iets wat we aanpakken. En dat doen we niet alleen met het verbod dat in voorbereiding is, maar ook met, en dat blijven we doen, hè, met campagnes, met educatie en met innovatieve, die had ik nog niet gezegd, dat daar waar mogelijk is, willen we ook innovatieve technieken in gaan zetten om dat te doen. Hè. Dus daar zijn we met heel veel partijen in gesprek om dit issue aan te pakken. En daklozen krijgen deze kerst een wens toegestuurd via een sms-bericht. Het initiatief is van het Leger des Heils en het Vodafone Foundation. De bedoeling is dat mensen hun kerstberichten naar een speciaal hiervoor geopend nummer sturen, waarna het doorgestuurd zal worden naar de daklozen. Lodewijk Ascher en politiewoordvoerster Ellie Lust hebben op 19 december het eerste bericht verstuurd. Niet elk mens zijn feestdagen warm, gezellig en veilig. Daarom een hart onder de riem van mij voor alle dak- en thuislozen, zo schreef Ellie Lust in haar sms. De wensen zullen live te zien zijn op schermen van het Leger des Heils, onder andere in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. En dan nog een opvallend nieuwtje uit de Canadese stad Toronto. Daar saboteren een paar eekhoorns de kerstverlichting van de stad. Een grote kerstboom in de wijk North York is veelvuldig doelwit van de beesten. De brutale eekhoorns hebben meerdere keren de kerstverlichting doorgeknaagd. Daarom heeft de burgemeester van Toronto besloten om de kerstverlichting achterwege te laten. In plaats van lichtjes in de boom staan er nu spotlights op de boom gericht. En de gemeente is samen met de bewoners bezig om een oplossing te bedenken voor volgend jaar. Dan krijgt u van mij nog het weer. Vandaag is het bewolkt en wordt het niet warmer dan een graad of 8. Komend weekend blijft het overwegend bewolkt met kans op een bui. Het kwik stijgt niet verder dan 12 graden.
Tweede kerstdag schijnt de zon wat vaker, maar ligt de temperatuur een stuk lager. De gevoelstemperatuur ligt die dag rond het vriespunt. Dit was het nieuws van 12 uur. Namens mij fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en een fijne middag. Ja, alles is eigenlijk ondertussen illegaal aan het worden, hè? Ja, tegenwoordig zie je dat zoveel nieuwe wetten zijn en dit wat verboden, dat wat verboden. Ja, tegenwoordig is bij mij ook het spoor bijster, hoor. Ja, nou dan ga ik maar als rebel gewoon met een boek op de fiets zitten of met mijn laptop of zo. Ja. Ja, we moeten toch wat. Iedereen is aan het appen, maar goed, het wordt niet verboden, dus ja. Ja. Wat moeten we dan doen? We zullen eens eerst even kijken hoe het op de wegen is op deze donderdagmiddag. Er zijn een aantal files te melden, zoals verwacht de Randstad, de meeste drukte. A1 Amsterdam-Amersfoort is een file gemeld van 4 kilometer. Dan de A7 Hoorn-Zaandam, file van 2 kilometer. En ja, ik sta er versteld van en u wellicht ook. Maar zelfs in Friesland staat de file. Op de A7 van Drachten en Heerenveen is een file gemeld van 5 kilometer. Daarnaast is het drukker dan normaal, maar goed, dat zal wel te maken hebben dat de ambtenaren al hun weekend hebben. En voor iedereen die in de file staat, ik hoop dat jullie allemaal weer snel uit de file zijn. Goed, dan gaan we kijken naar de eerste maanden van 2016, januari, februari en maart. Er was genoeg nieuws te melden. Allereerst in Brussel begon het jaar toch minder knallend dan verwacht. Een vuurwerkshow die gepland was, werd afgelast. Nou, iedereen die daar zijn kaart had gekocht of aanwezig wilde zijn, ja, dat was even roet in het eten. Maar voor de rest was in Brussel werden alle activiteiten rondom het nieuwe jaar gecanceld. De terreurdreiging bleek de oorzaak, wat ook... Ja, veel oorzaken zijn geweest dit jaar qua negativiteit. En de plaatselijke vuurwerkhandel reageerde geschokt. Ja, veel terreurdreigingen dit jaar, Daan. Bizar veel terreurdreigingen, inderdaad. Ik heb echt het gevoel dat er... Nou ja, dat zullen we zo ook wel zien met de rest van het jaar. Dat er echt elke maand wel een grote ramp of terreuraanslag is geweest. Ja, je ziet toch telkens dan weer de oprukking van IS. En hier ook rondom Nederland natuurlijk, in Duitsland en België. Goed, wat je zegt, we zullen het zo meteen voorbij zien komen. Ja, ja, en het nieuws wordt er niet vrolijker op. In Keulen is in januari namelijk ook zijn er nare dingen gebeurd. Een massale aanranding plaatsgevonden. Vermoedelijk is deze aanranding ook al van tevoren gepland. En het bizarre is nog wel, de burgemeester die had nog een goed advies voor vrouwen. Als je dit nu niet op een camera meekijkt, ik deed net aanhalingstekens met mijn vingers. Hij zei, om te voorkomen kunnen vrouwen zich ook iets minder uitdagend kleden. Ja, en het is best wel duidelijk dat deze burgemeester gewoon nog wat mediatraining moet volgen. Nou, moet ik zeggen, zeker andere personen komen ook met vrouwonvriendelijkheid weg. Trump. Absoluut. Maar dat was gelukkig alle narigheid van januari. Maar we hebben nog genoeg narigheid over. Ja, goed, dan beginnen we meteen bij de februari, bij de F van de FIFA. Want de FIFA kwam weer eens in het nieuws, ze hebben het nieuws weer eens gehaald. En u kunt wel raden, natuurlijk weer negatief. Want na het afzetten van de geldtrekker Sepp Blatter, wie kent hem niet, werd ook de volgende belastingontduiker aangesteld. Het was Gianni Infantino, die kale man, wie kent hem niet. En hij zou de man van de FIFA moeten zijn en die de FIFA weer een goede naam zou geven. Hij hield het nog geen anderhalve week vol. De volgende schandalen vlogen alweer over de toonbank heen. Infantino eist een loon waar koning Willem-Alexander nog van op zou kijken. Een akkefietje zou je dan denken, maar goed, ja, weet je, binnen de FIFA gaat het zo vaak dingen mis met voorzitters, met salarissen en noem het allemaal op. Ja, maar goed, het ging allemaal door en Infantino die wilde een privéjet hebben om een aantal vluchten mee te maken en dat eiste hij zelfs. Vervolgens bezocht hij Vladimir Poetin, maakte die denigrerende opmerkingen over het vrouwenvoetbal en hij liet tegen de regels in meerdere documenten verdwijnen. Sepp Blatter die reageerde verbaasd en vroeg zich af wat Infantino verkeerd had gedaan. Ja, zo zie je toch een beetje de vriendjespolitiek, hè, binnen die FIFA met mensen die samenwerken en elkaar tegenspreken of juist met elkaar spreken. FIFA is het bijna gewoon een soapserie. Ja, tegenwoordig wel. Drama, één grote beerput aan schandalen en dingen die misgaan. Ja, alles wat nu opengetrokken. Ik denk dat iemand als Sepp Blatter heeft ook gewoon veel te lang is hij aangebleven als voorzitter van de FIFA. Ja. Maar goed, laten we hopen op betere jaren voor FIFA en het hele mondiale voetbal. Op een beter 2017. Daar gaan we algemeen volgens mij wel. Ja. Voor liefhebbers van dure troep was februari ook een trieste maand. Na lang proberen bleek het namelijk niet te lukken om de VND te redden. Zo leek het er ook op dat we afscheid moesten nemen van de veel te dure, maar wel lekkere broodjes van Laplace. Gelukkig ging een gedeelte van die franchise ging nog wel gewoon individueel door. Bla bla, articuleren. De VD die kampt al een lange tijd met financiële problemen. En helaas moest de winkelketen dus na 128 jaar haar deuren sluiten. Kom je wel eens bij je V&D?
Ik ben wel eens bij de VND geweest, ja. Maar dat was dan vooral voor die te dure broodjes bij Laplace. Ja, precies. Dus jij kan ook niet de omzet laten stijgen, zeg maar. Nee. Ik ben sowieso niet een hele grote bijdrager aan de economie. Behalve als je het over eten en misschien drank. Ja, en misschien nog enkele tabaksproducten. Ja, mogelijkerwijs. Ja. Maar goed, om even te praten over de VND. We hebben hier een gast bij ons aan tafel zitten. Het is Ilja Dijk. En zullen we eens even wat vragen aan stellen met de VND. Toch wel, ja, je kunt misschien zeggen een vrouwenzaak. Vrouwen zullen er misschien vaak komen. Even aan de tand voelen hoe jij hierover voelt. Moest je huilen? Nee, ik moest niet huilen, nee. Nee, eerlijk gezegd kwam ik er niet zo heel vaak. En ik snap wel dat voor heel veel mensen dat het toch wel... een schok wil ik niet zeggen, maar toch wel even schrikken was dat de VND ging sluiten. Want alles is er eigenlijk bijna te krijgen. Heel veel vrouwen die vonden het helemaal geweldig. Maar ik denk dat iedereen er ook zelf een beetje aan meegewerkt heeft natuurlijk. Met tegenwoordig kun je alles ook op internet krijgen. En wat is er nou makkelijker dan gewoon even online iets bestellen? En je zag vervolgens ook dat de VND daar even open ging. Dan had je wat aanbiedingen en speelde de deur uit gooien. Ja dat is natuurlijk wel grappig, want dan wil iedereen er natuurlijk heen. Terwijl, hij is natuurlijk gesloten omdat er te weinig mensen kwamen uiteindelijk. En als het dan weer in de aanbieding is, dan willen Nederlanders natuurlijk maar al te graag alles weer goedkoop. Dan staan de koopjeszagen weer op. Dus dan is iedereen er natuurlijk heen. Nee, ik zou erheen eerlijk gezegd, maar ik ben toch uiteindelijk niet gegaan. Nee. Ja, dat is eigenlijk alleen maar goed voor de economie, want het is natuurlijk heel leuk dat het allemaal in de uitverkoop is. Maar uiteindelijk is het natuurlijk desastreus voor andere kledingwinkels. Want als VND, wat door heel Nederland zit, opeens gigantische uitverkoop krijgt... dan verkopen andere kledingwinkels weer een stuk minder. En dat is natuurlijk ook... Het is toch een stukje concurrentie. Maar goed, uiteindelijk gaat de concurrentie weer weg. En VND is een van de vele zaken die is gesloten de afgelopen jaren. Ja. Dan gaan we kijken naar maart. Wat is er te vertellen over maart, Daan? Ja, maart 2016 gaat in de boeken als een maand waarin aanslagen het nieuws domineerden. 35 doden in Brussel, 34 doden in Ankara, 70 doden in Pakistan... De angst voor aanslagen steeg en de beveiliging in heel de wereld werd opgeschroefd. De Islamitische Staat leek te domineren. Leiders van machthebbende landen reageerden strijdvaardig, logisch ook. Ja, en vervolgens kwam Obama ertussendoor en die noemde het laf. Rutte vond het ongelovig. En Poetin die zei dat we moeten samenwerken. Goed, zo had iedereen een eigen mening. Zoals Cameron die zei dat de terroristen nooit zullen winnen. En de paus, die stak er dan misschien nog net even bovenuit. Misschien qua status, maar zijn uitspraak was... iedereen is welkom in de hemel. Goed, verder in maart bleef dan de vraag hoe nu verder? What's next? Who's next? En wat zijn de antwoorden op de vele vragen? Maar nu aan het eind van het jaar hebben we misschien toch wel het antwoord erop. Want Brussel zal zeker niet de laatste aanslag zijn. Maar wellicht is het wel het begin van de terugval van de Islamitische Staat. Daar hopen we natuurlijk met z'n allen op. En laten we gaan voor minder aanslagen in de komende jaren. ik hoop het wel. Ik bedoel, laten we het hopen. We kunnen natuurlijk niet heel veel doen om daar iets in te veranderen. Behalve misschien iets toleranter met elkaar omgaan. Wat nu ook niet echt helpt met al het racisme en alle, als ik dat met mijn linkse hoofd mag zeggen, racistische politici die toch steeds meer aanzien krijgen. Nee, klopt. Het begint dan toch weer bij jezelf inderdaad. Ja. Ja. Goed, tot zover dan de eerste drie maanden. Januari, februari, maart. Dan gaan we... Dan sluiten we de drie maanden nog even af met de vraag aan de gast. En de vraag is van wie was dan voor jou de persoon van het jaar? Ik heb er heel lang over nagedacht. Vond het ook wel heel erg moeilijk. Natuurlijk, 2016 was ook een Olympisch jaar. Dus heel erg veel mensen die een geweldige prestatie hebben geleverd. Mijn keuze is toch gevallen op Sanne Wevers. Omdat ze heeft goud gehaald bij de Olympische Spelen. Maar ik vond ook wel... erg bijzonder dat zij toch wel de eerste vrouw was, geloof ik, met de turnen die goud heeft gewonnen voor Nederland. En dat is toch wel een hele mooie prestatie. Dus, Fries achtergrond. Dat ook nog, ja. Ja, natuurlijk. Nou, helemaal mooi. Dan dankjewel, Ilja. En dan gaan we verder. Graag gedaan. Ja. We hebben dus inderdaad rondgevraagd op Windesheim, waar we nu ook zitten, aan verschillende mensen wie zij vonden dat de persoon van het jaar werd. En dan gaan we aan het einde van de uitzending, moeten we natuurlijk even spannend houden allemaal. Gaan we dan uiteindelijk ook vertellen wie dat is. Maar in eerste instantie gaan we nog eventjes door met de verdere maanden. Want er is nog heel wat gebeurd dit jaar. Er is genoeg te vertellen. We gaan naar het tweede kwartaal toe. De maanden april,
mei en juni. Er is inderdaad genoeg te vertellen. Dat zagen we bij de eerste 3 maanden al. En ja, april, dat trappen we mee af. Ja. In april mocht Nederland zijn stem uitbrengen over het Oekraïne-referendum. Een nationaal raadgevend referendum over goedkeuring door Nederland van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie. Veel stemmers begrepen de helft van deze zin niet. Mijzelf daarbij inbegrepen toch wel. Absoluut, ja. Hoogte. Als komen zelf wel spreken, dan is het zeker waar. En stemde dan dus nee. Iets wat je wel vaker ziet de laatste tijd. Dat de democratie toch wel een beetje te wensen overlaat. Omdat mensen die op dingen stemmen niet de complete picture hebben, zeg maar. Dat er, Nee, precies. En ook veel mensen die ik heb gesproken, die hebben gestemd, die hadden blanco gestemd. Heb je zelf ook nog gestemd? Nee. Nee, nee. Ik zat te lekker serie te kijken volgens mij op dat moment. Dus gewoon, je vond het prima en het was als gewoon... betrokken Nederlander die ik ben. afwachten op de uitslag, zeg maar, en dan gaan we het wel zien, zeg maar. Ja, precies. Zoals ik zei, ik wist zelf ook niet precies wat het allemaal inhield. Ik heb me niet goed genoeg ingelezen en toen was de dag al daar en dacht ik van, nou ja, volgende keer beter. Precies. Goed, we hebben inmiddels ook een gast is bij ons aangeschoven. Wietse Dik uit het altijd mooie, nieuwe Pekela. Of oude Pekela, moet ik zeggen. Oude Pekela. Ja, de beide Pekela's, laten we het daarop houden. Wietse, hoe heb jij toegekeken naar het Oekraïne referendum? En heb jij zelf nog gestemd? Hoe is jouw mening daarover? Nou, ik heb zelf niet gestemd. Mag ik nog niet doen officieel, helaas. Dat duurt nog even. Nou, ik had wel verwacht dat het nee zou zijn, eerlijk gezegd. Als je rondloopt door Nederland heen, waar je ook kijkt, de meeste mensen zeggen toch, het geld moet hier blijven. En nu gebeurt dat toch niet. Ik had het verwacht dat het nee zou zijn en nou, dat is dus uiteindelijk ook gebeurd. Ik ben benieuwd wat Mark Rutte ermee gaat doen, uiteindelijk. Ja, we gaan het zien inderdaad. De regering is er nog altijd al in de weer mee volgens mij en ook de Nederlandse bevolking zelf wel. Als we dan kijken naar mei, dat was toch voor de sportfanaten en gedetailleerder gezegd de Formule 1 fanaten toch een hele mooie maand. Want de eerste Nederlandse coureur ooit won een Grand Prix. De Grand Prix van Barcelona werd gewonnen door onze eigen Max Verstappen. Ja. Een tiener die eigenlijk zelf nog niet eens een autorijbewijs heeft. En nog niet eens in een normale auto mag rijden. Maar wel met 300 per uur over het circuit van Barcelona mag scheuren. Ja, dat is toch ongekend. Ja, dat is toch wel een beetje nationale trots dan. Ja, absoluut. Zijn vader Jos heeft het eigenlijk nooit kunnen presteren om iets groots te behalen. En dan... ja, Max Verstappen, opgerukt vanuit de Formule 3, nu in de Formule 1 en dan zo rijden. Dat zal ook apentrots zijn. Heb jij het gezien, Lietse, toen het gebeurde? Ik heb het zelf niet gezien, helaas. Oké. Zelf nog verder gevoelens bij? Nou, natuurlijk, het is geweldig. Ik bedoel, 18-jarige jongen. Ik bedoel, dat is natuurlijk de trots van Nederland momenteel. Ja, ongekend inderdaad. Nou, we gaan er ongetwijfeld nog meer over horen. Want als je nu de laatste paar races natuurlijk zag in Brazilië en Sao Paulo reed hij een geweldige race. En Abu Dhabi reed hij goed. Dus ja, je ziet een grote ploeg als Mercedes. En die zit ook al achter hem. Maar we gaan er gewoon dit jaar veel meer van horen. Voor komend jaar gaan we er meer van horen. En, ja, wordt vervolgd. Vaste vertrouwen in. Om dan weer over te gaan op een redelijke domper. In juni, dat weten we natuurlijk allemaal nog wel, werd in een homobar in Orlando 50 mensen doodgeschoten. Wat daarmee ook de dodelijkste schietpartij in Amerikaanse geschiedenis is. Ja, dat is behoorlijk tragisch natuurlijk. Ja, we hadden het net al over de vele aanslagen begin van de uitzending inderdaad. En dit is ook een van die inderdaad. Er waren nog beelden van vrijgegeven. Ik heb ze zelf gezien. Ja, ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Wat daar gebeurd is als je dierbare vrienden hebt die dan overleden zijn. Maar sowieso, het is verschrikkelijk hoe mensen zijn omgebracht op die manier. Ja. Hoe heb jij daarna gekeken, Wietse, toen je het nieuws hoorde of las? Nou ja, met grote schrik natuurlijk. Het is dit jaar van de IS, je zei het al. Dus dit kwam niet van de IS, het was een hele andere richting. En het is gewoon inderdaad in mijn ogen weerzien van discriminatie. Het is een homobar, dat zegt natuurlijk wel iets. Het had elke bar kunnen zijn, het was een homobar. Dat laat natuurlijk wel de mening zien van de schutter, lijkt mij. En dat is nog steeds, laat ook zien dat discriminatie nog steeds een groot probleem is in de samenleving. Ja. Ja, zo zie je toch dat het woord discriminatie de revue heel wat malen is gepasseerd. Wat dat betreft vind ik het in Nederland nog wel meevallen. Amerika is natuurlijk ook een compleet ander land. Segregatie is daar nog veel meer aanwezig natuurlijk. Ja, zo zie je toch wel weer de verschillen, ondanks dat het beide welvarende landen zijn. Maar beide toch ook weer heel anders. En het feit dat mensen met AK-47 over straat mogen lopen, dat helpt natuurlijk ook niet mee bij het aantal nare gebeurtenissen in een land. Nee, precies, precies. Maar goed, en juni was sowieso niet een hele succesvolle maand, ook voor Nederland en het Nederlands voetbal niet. Want het EK-voetbal was in Frankrijk, dat begon. En ja, zoals velen van jullie weten, hebben we die helaas gemist. En voor het eerst in de geschiedenis deden er 24 landen mee. Maar goed, wij als klein kikkerlandje, maar toch altijd goed voetballand, wisten ons niet te plaatsen. De spelers van het Nederlands elftal hadden hun vakanties al geboekt.
Dat bleek achteraf. En ja, dat overlapte helaas met het EK. Dus goed, toen hadden ze maar een paar snipperdag opgenomen. En zo hebben ze uiteindelijk dat EK ook gemist. Ja, goed. Als je dan ook kijkt, kijk, Portugal en Frankrijk, dat zijn van zichzelf vakantielanden. En die twee haalden ook de finale. Dus die spelers hoefden niet zelf op vakantie, want het was warm genoeg daar in Frankrijk. En achteraf zag je in die finale Cristiano Ronaldo voor jou met een blessure. Maar trad op als coach langs de sideline. Dus uiteindelijk mocht hij samen met coach Fernando Santos de beker mee naar huis nemen. Terug naar vakantieland Portugal. Ja. Heb je dat wel meegekregen? Kijk je een beetje voetbal? Helemaal. Ik heb het hele EK grotendeels gevolgd. Wat mij het meest is bijgebleven is de bizarre wedstrijd Duitsland-Italië. Ik weet niet of je dat nog voor de geest kunt houden. Al die penalties, ging maar door. Niemand kon uiteindelijk de beslissende maken. Het was de spanning kroop op. Ik heb hem zelf gezien, gelukkig. En het duurde maar. Ik weet niet, jij hebt hem ook gezien? Ik heb hem ook gezien inderdaad. Maar had je ook nog voorkeur voor een van beide landen? Nou, ik was voor Duitsland. Toen Nederland weg was, wist ik, nou, ik moet voor Duitsland. Dus ik was uiteindelijk wel blij. Ja, komt misschien ook wel omdat Oude Pekela bijna in Duitsland ligt? Ja, dat sowieso. Ik bedoel, we hebben contact met hun natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Bijna dezelfde taal ook. Hè. Dus Nee, het is ook zo. Wij strafschoppen zijn toch altijd weer een loterij, als je het zo mag noemen. Hè? Ja, eigenlijk niet helemaal eerlijk. Maar nee, ja, dat is... Het moet natuurlijk een keer eindigen. Ja, moet een keer eindigen. Hè? Ik bedoel, de mensen willen op een gegeven moment ook naar huis. Die willen ook een biertje. Dus dat snap ik ook wel. Ja. Spelers ook natuurlijk. Ja, ook. Ja, die willen ook een proef. Ja. Je hebt contact met Duitsland. Je schrijft af en toe even een briefje naar Duitsland. Lieve Duitsland. Nee, grapje man. Lieve Duitsland. Ja, en dan een wat minder belangrijk nieuws. In het Verenigd Koninkrijk stemde een meerderheid van 52% voor uittreding van de EU. Met de zogenaamde Brexit tot gevolg. De Britten waren duidelijk toe aan een frisse nieuwe crisis die helemaal voor henzelf is. Ik vind dat echt een bizarre gebeurtenis nog steeds. Vooral omdat de meeste oude mensen en merendeel van Groot-Brittannië dan, die hebben voor eruit gestemd. Terwijl bijvoorbeeld heel Ierland zo'n beetje heeft voor erin gestemd. En heel veel jonge mensen wilden erin blijven, maar er zijn gewoon zo weinig mensen onder de... Ik weet niet meer precies waar die grens lag, onder de 30 of zo, zijn gewoon allemaal niet naar de stembus gegaan, waardoor dit uiteindelijk als gevolg... Ja, en als je dat de uitslag bekijkt, het was geloof ik 51 of 52% om 48. En dat is natuurlijk een minimaal verschil. Maar goed, het gaat toch gebeuren, de Brexit. Maar goed, er worden nu ook alweer verhalen over genoemd die... Alles weer tegenspreken en het gaat nog zoveel jaren duren. Maar goed, we zullen het zien en we zullen in het nieuwe jaar ook ongetwijfeld ook nog meer over gaan horen. Inderdaad. Ja, er zijn nog genoeg boze Engelsen die graag nog in de EU willen zitten. Absoluut, ja. Ik meen ook dat er een of andere gigantische petitie was gestart om toch nog in de EU te blijven. Nog maar even zien wat daar natuurlijk allemaal uitkomt. Ja, of het nou aantrekkelijk is of niet. Ja, het zal voor de meeste mensen die zeggen, die natuurlijk tegen hebben gestemd, zal het aantrekkelijk zijn. Ja. En dan komen we bij de volgende vraag aan jou. Wie denk jij dat de persoon van het jaar gaat worden? Wie het wordt, weet ik niet. Wie ik wil dat het wordt, weet ik wel. En nou ja, werd mij verteld, ik denk internationaal, iedereen mag. Dus ik heb gekozen voor Bernie Sanders, de man die tegen alles in toch door bleef gaan. Hillary Clinton was al lang voor hem aan gegaan, was waarschijnlijk al zeker een nominatie. En hij bleef maar doorgaan. Ik was het met hem eens, maar ja, hij heeft niet gewonnen. Maar toch vind ik, hij verdient het. Man van het jaar, ja. Persoon van het jaar. Nou. Ja, dat was ook mooi gezien om hem nog wat langer in de competitie te hebben gezien. Het is uiteindelijk jammer. Ja, mooi hoe die doorstreedt inderdaad. En ook, ik denk, was sowieso een terechte nominatie voor jou als persoon van het jaar. En hiermee sluiten we ook het eerste half jaar af. Dan wil ik jou bedanken, Wietse. En kijken we zometeen verder. Hartstikke bedankt. Fijne feestdagen. Ja, hetzelfde. Dan gaan we nu eventjes door naar een beetje bizar item wel. Maar wel heel leuk. Een echte exclusive voor de Nieuws Now radio-uitzending. Wij hebben namelijk een heus interview gehad met een waarzegster. Die voor ons heeft voorspeld, moet ik zeggen. Wat de meest ingrijpende gebeurtenis gaat worden in 2017. Ik heb namelijk het gevoel dat Trump... En wanneer had ik dat ook al hier? Nou, in ieder geval voor september, voor eind september, iets zo onhandig zegt in combinatie met Rusland, dat iets uit zijn verband gaat trekken in de verhoudingen. En dat Rusland zich dus meer gaat positioneren. Maar goed, er zullen meer mensen die zeggen van, dat is, maar nou, ik zeg gewoon hoe ik hem binnenkrijg. En dat heeft... ook echt met het Syrië-verhaal te maken. En ik zie voor me een soort van land wat gewoon op een gegeven moment leeg is, leeggevochten.
En ook een soort vrij verklaard. Een soort van, nou ja, het is nu vrij, vrede. Mensen zouden kunnen teruggaan, maar die vertrouwen het niet. Dat. Dus er komt een soort ruimte en er wordt een soort vrede verklaard dit jaar. Maar het is eigenlijk nog niet helemaal zeker of dat zo is. Want het blijft alsof de sluipmoordenaars nog overal liggen. En ik weet ook niet of mensen terug durven. En dat is gewoon voor mij echt 2017 van... Oké, dus er wordt over vrede gesproken, maar is er echt vrede? Die vraag is die. En de positionering van Rusland voel ik daarin sterker. En ik heb het gevoel dat Trump daar iets heel doms in heeft gedaan. En ik weet niet, ik krijg 6 september, dus of het in september is of voor september, weet ik niet. Ik heb een paar dingen opgeschreven, maar waar kan ik zo naar? Ik weet niet, ik heb hier staan in mei, de maand mei. Zal er een opmerkelijke rechtszaak zijn, een opmerkelijke rechtspraak. Maar over wie of wat het gaat, weet ik niet. Maar iets dat echt spraakmakend wordt, zeg maar de rechtspraak van de eeuw. En over wie het gaat, weet ik niet. Dus ik weet niet, gaan we ook zien. En toen dacht ik, oh ja, rechtspraak zat even bij Holleder. Ik denk ook dat die van zich laat horen. En daar heb ik ook juni bij staan. Jullie, maar wat en hoe heb ik niet op ingezoomd. Ja, ik weet ook niet of dat hoe dat openbaar gaat komen. Het gaat toch over bedreiging en zo. Oké. Nee, ik voel ook een heel onverwachte wending. Het zou maar zo kunnen, maar daar kom ik nu pas bij. Dat Holleder besluit zelf een boek te, ook een boek te schrijven als antwoord op... het boek van zijn zus. Dat zou me niks verbazen. Ik krijg alleen door, maar misschien zeggen andere mensen, ja, dat is toch logisch, dat weten we al lang, maar dat weet ik dus niet. Dat met voetbal dit jaar, ook daar voor september, dat er een bestuur opstapt. En dat is niet van een club, maar van een koepel of zo. Ik weet niet hoe dat heet. Dat heeft een naam. Ik weet niet. KVB misschien? Of het Nederlands voetbalbond? Ja, of is het internationaler? FIFA? Nee, weet ik niet. Ja, nee, ik ben nu natuurlijk aan het omschrijven. Ja, maar het is een koepel en er is zoveel gerommel en het gaat over geld wat niet klopt. En het gaat niet over geld aan voetbalspelers, het gaat intern. Is intern iets niet kloppend met posities en mensen die elkaar op posities helpen en in stand houden en dat daar ook geld in omgaat en voor mij, ik krijg gewoon schandalen daar te horen en uiteindelijk om de eer te redden stappen ze op. Ik weet niet of dat al gebeurd is of wat er nu speelt hoor, dus daar weet ik niet genoeg van. Weet jij dat? Nou, dit speelt wel, maar er kan zeker nog wel meer naar buiten komen. Ja. Oké. En weet jij een naam of, ja, het ligt ook aan welke koepel ik het heb. Goed, het voelt voor mij als bankdirecteuren en zo voelt die hele club ook. En het zit er allemaal zo van, wij spreken dit af en dan gaat er een envelop onder langs en dan regel jij dat zo even. En misschien gaat dat ook wel over wedstrijden verliezen of zo, maar dat weet ik nog niet. Maar dat soort dingen komen naar buiten. En in ieder geval, om het eer te redden, gaan er gewoon een paar kopstukken opstappen. Maar er wordt onderzoek ingesteld naar, nee, dat is allemaal met september. Oké, ook nog een grappige, want ik dacht, ja, ik zal op een gegeven moment allemaal doemscenario's, ja, dat doet bij mensen ook niet. Een hele grappige, en ik ben benieuwd of die uitkomt, ik durf het risico te nemen om het uit te spreken. Was prinses Laurentien nou niet getrouwd met, hoe heette die, Friso, klopt dat? Ja. Ik heb het gevoel dat in 2017 bekend wordt gemaakt dat ze een relatie met iemand heeft. Oké, dus lang verhaal kort. Wordt een boek geschreven. Trump zegt iets doms. Misschien derde wereldoorlog. Syrië is nog steeds een bende. En er gaat een voetbalkoepel ten onder. Ja, hadden we net zo over gesproken. Waar ligt de FIFA inderdaad? Maar als ik dan kijk naar Trump. Ja, Trump zegt iets doms. Kijken we daar nog tegenwoordig nog van op? Nee, dat is volgens mij zijn hele, waar hij zijn hele campagne op heeft gebaseerd. Ja, goed. Heel hard dingen schreeuwen en dan komt het allemaal goed. Einde van het jaar zult zien in hoe ver ze gelijk heeft. We gaan verder naar de maand juli.
En, midden in de zomer natuurlijk. En een van de ergste berichten van 2016, zo mogen we het toch wel noemen, was toch in juli. Er was een aanslag in Nice. Een vrachtwagen rijdt in op de menigte. En die menigte die keek naar de vuurwerkshow op de promenade de Anglais. En 86 mensen komen om het leven. En er vielen daarnaast nog 400 gewonden. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dat hoort en als je dat ziet. En ja, midden in de zomermaand waarin mensen toch meestal wat relaxer zijn. Maar dan zie je toch weer dat er zoiets gebeurt. En ja, nu in Frankrijk toch vrij dicht bij huis inderdaad. Bij ons is aangeschoven Mark Bos. En we zullen hier eens even over mee gaan praten. Mark, hoe heb jij hier naar gekeken, de aanslag in Nice? Nou, dat was natuurlijk een hele schokkende aanslag. Ik vond het ja, toch wel de meest schokkende van het hele jaar. Omdat zoveel slachtoffers waren, maar ook omdat het gericht was op feestvierende mensen. Dat je niet eens meer normaal feest kan vieren zonder dat je achterom moet kijken of er misschien een terrorist op je afkomt. En zeker ook nu met een vrachtwagen. Het gevaar kan eigenlijk ja, van alle kanten komen. Ja, tegenwoordig zie je het inderdaad wat je zegt van overal vandaan komen. En kun je het eigenlijk niet meer verwachten wanneer en hoe het komt. Nee, de angst is echt aanwezig. Ik heb ook onder andere van mijn broertje, maar ook van verschillende andere mensen gehoord dat dingen als schoolreisjes en werkweek naar het buitenland, dat het gewoon niet meer doorgaat. Of dat ze in plaats van naar Berlijn, naar Düsseldorf gaan of zo, omdat daar gewoon minder grote kans is dat er iets vreselijks gebeurt. Ja, precies. Tegenwoordig zie je ook inderdaad dat ze dan eerder de bus nemen in plaats van een vliegtuig of iets dergelijks. Maar goed, tegenwoordig met bussen en met andere vervoer weet je het ook allemaal niet meer. Ja, ik denk altijd, je kan van alles dood, weet je. Ik kan nu opstaan en raar op die tafel vallen en dan is dat het einde voor me. Ja, ja, je weet maar, het inderdaad. Ik bedoel, ik snap mensen ook wel heel goed, hoor. Er is wel echt heel veel gedoe gaande. Ja, het is echt bizar. De helft van onze jaar terugblik bestaat eigenlijk uit rampen die er zijn gebeurd. Ja, het is wel heel extreem inderdaad. Maar ja. De NASA meldt ook nog wat in juli. Dat is iets meer passief-agressief nieuws. De maand was de maand juli was volgens NASA de warmste maand ooit. En dat gaat dan om een wereldwijd gemiddelde. En het was 0,18 graden warmer dan normaal. Nou, dat heb ik wel gemerkt, die 0,18 graden moet ik zeggen. Ik vond wel 0,18 graden warmer. Ja. Ik dacht al, wat voelt het 0,20 graden warmer? Ja, nee, toch 0,18. Iets minder. Ja, ja. Ja, toch in detail getreden. Mark, heb jij er wat van gevoeld? Nou ja, je merkt wel natuurlijk dat de laatste jaren steeds warmer wordt en dat we ook steeds meer uitschieters hebben met het weer. Maar ik vind het persoonlijk niet zo heel erg. Dat mag voor mij wel. Het wordt toch een beetje Middellandse Zee temperaturen steeds meer hier. Ja, dat zie je warme zomers en ook warme winters, als we het zo mogen noemen. Ja, we moeten maar denken, eerst wordt het lekker weer en dan op een gegeven moment wordt het zo warm dat de dijken doorbreken. Maar dan hebben we voor die tijd tenminste nog wel een lekkere zomer. Precies. Ja, goed. Ja, dan gaan we nog even door. In augustus begonnen de Olympische Spelen. Heel wat om over na te praten. Maurits Hendricks wou de losersvlucht van het Nederlands elftal lenen. Jurie van Gelder was niet de ster van het toernooi. Maar hij zag sterretjes. En Epke Sonderland viel op zijn reet. Wat ik persoonlijk heel jammer vond. Ja, het was zonde. Hij natuurlijk pakte in 2012 pakte natuurlijk nog goud in Londen. En nu treurige aftocht. Heb jij nog iets meegekregen van die Olympische Spelen? En van dan misschien de gebeurtenissen rondom Jurie van Gelder en Epke Sonderland? Ja, ik heb de Olympische Spelen wel op de voet gevolgd. En ja, natuurlijk de discussie rondom Jurie van Gelder. Dat is een grote discussie geweest. En veel mensen hadden een mening daarover. Maar ik denk dat het ook wel terecht is dat hij naar huis is gestuurd. Want als je bij de Olympische Spelen bent, dan moet je je ook bezighouden met topsport en niet met allemaal randzaken. Dus ik denk dat het wel terecht is. Dat ben ik het helemaal met je eens inderdaad. Ja. Goed, dan misschien nog iets beter nieuws van die Spelen. Want er werden toch nog wel 19 medailles gehaald, waarvan 8 gouden. Van die 8 gouden waren slechts 2 mannen. Dat waren Dorian van Rijsselbergen, die met de RSX-klasse van het zeilen goud behaalde. En dat overigens nog vierde met de koninklijke familie. Was er nog verwarring over met het Engelse commentaar. Die dacht dat Maxima zijn vrouw was. Dat was hilarisch. En verder was het Ferry Weertman, 10 kilometer open water. Ja, daar heb ik toch wel veel respect voor. Hoor. Was overigens ook Sheriff van Rouwendaal, die bij de vrouwen goud haalde voor 10 kilometer open water zwemmen. Had jij meer verwacht van de Olympische Spelen, Mark? Of dacht je van, nou, we hebben het goed gedaan, naar behoren gepresteerd? Nou, we hebben het wel goed gedaan, denk ik. Maar met name de zwemmers had ik wel meer van verwacht. Dat viel toch wel een beetje tegen. Want van tevoren werd gezegd dat misschien Ranomi Kromowy Jojo wel goud zou halen. En de estafette dames wel een medaille zouden halen. Maar uiteindelijk keerde Nederland zonder medailles terug bij het lange baan zwemmen. Dus dat viel wel heel erg tegen. Ja, en Daphne Schippers inderdaad, die slecht zilver pakte op de 200 meter van atletiek. En Tom Dumoulin, die ook zo graag goud had willen winnen op de tijdrit, die uiteindelijk zilver pakte. Met Fabian Cancellara, die boven zichzelf uitsteeg. Maar goed, achteraf wat je zegt, het is
qua Olympische Spelen, qua klein landje, hebben we toch best uitstekend gedaan met 19 medailles en waarvan 8 gouden. Ja. Wat verder nog in augustus de hype was, was de Pokémon Go. Ja, ik heb het zelf niet gespeeld. Maar duizenden mensen liepen in Nederland rond als zombies om kleine, neppe diertjes te vangen. Maar ja, als ik dat wil hebben met, met zoiets, dan kan ik beter wachten. Ja, wat ik al zei, ik heb het zelf niet gespeeld. Maar als ik rond wil lopen met een app en wil wachten op iets dat toch niet echt is, dan zoek ik wel een date op Tinder. Ja, precies. Ja. Hey, ik heb nog wel heel even gespeeld. Alleen omdat ik zo oldschool ben met mijn iPhone 4S... reclame en zo. Nee, omdat ik... die kan dat niet handelen. En ik heb heel kort voor werk wat ik heb gedaan, had ik een iPad. En ik heb dus 2 of 3 dagen gehad dat ik, zeg maar, mijn internet naar die iPad heb gedaan. En dat ik gewoon samen met een vriend door een park ben gaan lopen met een iPad in mijn klauwen. Ja, dat was eventjes leuk. Maar de hype was ook snel genoeg weer over. En had je ook bepaalde hoekjes waar dan allemaal mensen stonden om bepaald iets te vangen? Ja, ik woonde op dat moment nog in Groningen. Het was echt bizar. Je had echt in het Noorderplantsoen bijvoorbeeld waren echt 200, 300 mensen gewoon Pokémon Go aan het spelen. En door de hele stad had je inderdaad echt hotspots waar echt auto's gewoon niet meer door konden rijden. Omdat gewoon echt een hele brug bijvoorbeeld vol stond met mensen die graag een Psyduck wilden vangen. Ja, het is toch wel extreem inderdaad. Ja. Mark, heb je het gespeeld of heb je er verder mee gedaan? Nee, ik heb het niet gespeeld. Ik vond het ook eigenlijk een beetje zinloos tijdverdrijf. En ik vond het wel opvallend om te zien dat zelfs hele kuddes volwassen mensen door parken en door steden liepen. Allemaal alleen maar kijkend naar hun telefoon op zoek naar Pokémon. En ja, ik vond het best wel een bizarre rage eigenlijk. Ja, dat zo kun je het wel noemen inderdaad. Eigenlijk Pokémon, een beetje oldschool. En dan nu in één keer was het in één keer weer helemaal in. Je van het. Het was je van het. Dan gaan we toch verder naar september. Ja, in september zijn de parlementsverkiezingen in Rusland gehouden. In Rio de Janeiro vonden de Paralympische Spelen natuurlijk ook nog plaats. Daar heb ik ook nog wat een en ander van meegekregen. En in september begonnen de Olympische Spelen dan eindelijk voor Nederland. Het Nederlandse equipe werd uiteindelijk 7e op de lijst en behaalde 17 gouden medailles. Wat ik toch behoorlijk netjes vind. Ja, dan praten we toch over de Paralympische Spelen inderdaad. Ja. Dan gaan we door. Ja, dan zijn we alweer bij de vraag aangekomen. Want Mark is natuurlijk niet van iets bij ons aangeschoven. Je hebt je mening gegeven over de aspecten die we besproken hebben over de afgelopen 3 maanden. Wie vond jij de persoon van het jaar? En waarom? Ik heb gekozen voor Tom Dumoulin, omdat ik vind dat hij op sportief gebied fantastische prestaties heeft geleverd. Ik vond ook dat hij gekozen had moeten worden tot sportman van het jaar. Maar hij heeft het fantastisch gedaan met een gewonnen tour-etappe. Roze trui gedragen in de Giro en zilver op de Olympische Spelen. Dus ik vind echt dat hij fantastisch gepresteerd heeft. Dus voor mij is hij echt de persoon van het jaar. Ja, nou dan geef ik je inderdaad ook gelijk. En wat we net ook vertelden, hij pakt uiteindelijk zilver op die tijdrit. Was er zelf niet helemaal blij mee, maar ik denk als je zilver haalt op de Olympische Spelen, dan mag je toch zeker meer dan tevreden zijn. Ja. Ik vind het toch wel grappig dat het thema sport toch telkens alweer terugkomt als we over persoon van het jaar spreken. Met alle ellende die we gehad hebben dit jaar is sport dan toch wel duidelijk de manier van mensen om toch weer eventjes verbroederlijk met z'n allen voor de buis te zitten en te juichen voor vaderland en zo. Een lekkere uitlaatklep met z'n allen waarvan we helemaal niet genoeg van kunnen krijgen. Tot zover deze 3 maanden. Mark, ik wil jou bedanken. Ja, graag gedaan. Bedankt. Goed, dan gaan we nu verder. Maar onze volgende reportage die gaat over banen in de toekomst. En dan praten we over de sport. Want tegenwoordig zijn er in de sport veel part-time banen. Nou, daar zullen we even naar luisteren. Tegenwoordig zijn er in de sport veelal part-time banen. Waarom kies je studenten nog voor een sportopleiding? En hoe zien zij hun toekomst tegemoet? Ik ga hierover in gesprek met Aron Snippen. Student sportgezondheid en management aan de Hans Hogeschool in Groningen en dit jaar afstuderend. Aron, hoe zie jij je toekomst tegemoet? Nou, ik zie de toekomst wel positief tegemoet. Dat is natuurlijk inderdaad wel een omschakeling, wat je net al zei over de part-time banen. Maar dat richt zich voornamelijk op de topsport, op de trainer-coach kant. Daar zie je veel bezuinigingen en ook minder werkgelegenheid. Maar op het gebied van beleid en gezondheidszorg zie je wel een positieve ontwikkeling, met name op werkgebied. En duwt school je ook een bepaalde kant op qua baangarantie? Nou, niet echt een kant op duwen, maar ze geven wel advies. Zo zijn we laatst ook naar de gemeente Assen toe geweest, waar we een rondleiding kregen en uitleg over welke mogelijkheden er waren met een sportopleiding. En dat zag ik wel positief in. En komend half jaar ga ik ook afstuderen. En dat doe ik bij de gemeente Smallingenland, waar ik me ook bezighouden met beleidsinterventies,
op het gebied van jongeren in de leeftijd van 7 tot en met 18 jaar. Dus op die manier wil je ervaring uitdoen vanuit de stage en vervolgens in het werkveld aan de slag gaan? Ja, ja, inderdaad. Eerst ervaring opdoen en dan daarna, wie weet, daar mogelijk wel aan de slag. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. In ieder geval bedankt voor je antwoorden. Graag gedaan. Ja, tot zover de parttime baan in de sport. Dan gaan we verder naar de laatste 3 maanden van het jaar. Oktober, november en december. We beginnen met oktober, Daan. Ja, we zitten hier samen met Joelle. Die ook gaat vertellen over wie zij denkt dat de persoon van het jaar is. In oktober, daar beginnen we nu mee. Daar ontving de Colombiaanse president de Nobelprijs voor de Vrede. Leuk om te weten, hij heeft niet voor vrede gezorgd verder. Het Colombiaanse volk stemde tegen het referendum waarin werd bepaald of Colombia het vredesakkoord met de FARC zou gaan tekenen. Deze prijs was eigenlijk meer een prijs zo van, hey, wel leuk geprobeerd, maar het is je net niet helemaal gelukt. Bedankt voor de moeite. Neem een Nobelprijs. Heb jij hier verder nog iets van meegekregen, Joël? Ja, wel een beetje. Ik vond het vooral heel raar dat hij in ieder geval een Nobelprijs had gekregen. Omdat het toch niet echt... Hij heeft toch niet echt heel veel goeds gedaan eigenlijk, lijkt mij. En dat hij daar toch een Nobelprijs voor kreeg, vind ik wel een beetje raar. Ja, ik vind het ook een beetje bizar. Net alsof er een tekort aan mensen die goede dingen deden. Ja, dat lijkt me toch wel onmogelijk afgelopen jaar. Nobelprijscomité bedankte de president voor het harde werken. Gaf hem een beeldje, een smak geld en een bos bloemen. Ja, gelukkig werd er in het tweede referendum wel gestemd voor het referendum. Dat is een historische gebeurtenis en daarmee sluiten we oktober af. Ja, toch wel. En dan voor november, daar zijn we dan. Jullie zagen hem allemaal natuurlijk al aankomen. Het klinkt als een goede of eigenlijk een slechte mop. Het is blond, oud, dik en vrouwenvriendelijk, oranje en heel rijk. En sinds kort president van Amerika. En dan hebben we het natuurlijk over Trump. Veel over gehoord, nog steeds naar mijn mening te veel in het nieuws. En ik ben eigenlijk wel een beetje klaar mee met Trump. Maar we moeten er toch een leuke draai aan geven. Dus ja. We hebben een Trump-quiz bedacht. Hij heeft een aantal dingen wel of niet gezegd. En die vragen stel ik aan jou, Joelle. Want heeft hij de volgende dingen wel gezegd. Ik zal eerst alle opnoemen. Ik zie vrouwen als wc-papier. Ik had 9/11 kunnen voorkomen. Moet je dat hoofd zien? Daar stemt toch niemand op? Die 3 dingen heeft hij wel of niet gezegd. Wat denk je daarvan? Wat heeft hij wel gezegd en wat heeft hij niet gezegd? Ik denk dat hij 9/11 heeft gezegd dat hij dat wel kan voorkomen. Want ja, elke president zou dat denk ik zeggen. Omdat Obama heeft dat bijvoorbeeld niet kunnen voorkomen. En dan gaat hij natuurlijk zeggen van ja, ik zou dat beter kunnen doen. Ja. En ik denk dat hij niet heeft gezegd van, oh, moet je dat hoofd zien? En dan wat was het andere? Is die vrouw als wc-papier? Dat denk ik wel, want zijn reactie over vrouwen, dat is toch wel een beetje neerbuigend. Ja, die is toch wel uitgesproken inderdaad. Ja, inderdaad. Maar ik kan je vertellen, 2 van de 3, want hij heeft, moet je dat hoofd zien, daar stemt toch niemand, heeft hij ook gezegd. Hij heeft alle drie de zaken heeft hij benoemd. Hm. Ja, hoe kan het ook anders? Altijd weer vanuit een andere hoek en dan zegt hij toch dingen die je soms toch niet beter maar niet kunt zeggen. Komt overal maar weg. Echt bizar, inderdaad. Verder in november werd er ook nog een keer een Duitse kampioen. Het was Nico Rosberg, hij won de Formule 1. En leuk voor hem, hebben ze in Duitsland ook een keer weer wat te vieren. Ja, precies. En dan zijn we weer aanbeland bij december. December is de maand waar we met z'n allen met smart wachten op de eindeloze Zwarte Pieten discussie. Of nou ja, karamel, stroopwafel, pieten discussie moet je ondertussen volgens mij zeggen. Waar mensen als Sofana Simons als paddenstoelen uit de grond schoten. En men protesteerde op kinderfeesten. Maand vol gezelligheid dus. En dit jaar leek het op zich wel mee te vallen op een paar akkefietjes na en een paar bedreigingen naar Sofana Simons. Ja, goed. Ja, moeten we daar nog te veel over zeggen? Ik denk dat de mensen daar natuurlijk ook wel goed voor weten. We zijn allemaal weer een beetje klaar mee. Ja. Of je er nou voor of tegen bent. Maar helaas was er ook nog wat treurig nieuws te melden op de valreep van het jaar. De treurige gebeurtenis in Berlijn, de kerstmarkt, reed een man met de vrachtwagen in. 14 doden en de dader is op dit moment nog voortvluchtig. De wereld reageerde wederom geschokt en deze aanslag kan als juiste omschrijving van dit jaar worden beschouwd. Ja. Veel aanslagen inderdaad. Hoe heb jij ernaar gekeken, Joelle, alle negativiteit van dit jaar? Ja, schokkend natuurlijk. Ik vind het echt heel erg dat het in zo iemand opkomt om zoiets te doen, om zoveel mensen
iets aan te doen. Dat kan ik zelf niet begrijpen. Nee, het is toch een stukje liefde voor de medemens wat je dan toch mist bij bepaalde mensen en bepaalde groeperingen. Ja, of dat er op een gegeven moment echt iets is geknapt of zo. Ik bedoel, je kan natuurlijk ook moeilijk verplaatsen in zo'n persoon. Niet dat ik het nu goed praat op wat voor manier dan ook. Maar ja, als er gewoon echt iets mis in jou is. Ja. Bizar. Er moet meer spelen inderdaad. Ja. Voordat je iets in die richting zou kunnen uitvoeren. Klopt. Dan gaan we nu over naar onze live reporter. Die wat mensen in Windesheim nogmaals even de vraag stelt wie zij denken dat de persoon van het jaar zal worden. Julian, ben je daar? Ja, ik sta hier op en... Moment hoor, we hebben nog een beetje storing. Test 1, 2, 3. Hoor je me nu goed? Test 4, 5, 6. Nu dan? Ja, we zijn hier in Zwolle. Hè. De verbinding valt soms weg. Je weet het nooit hier in het Overijsselse land. We wachten even tot Julian misschien iets meer verbinding heeft dan hij op dit moment heeft. Oké. Ja, nou ja, we horen net dat Julian in een tunnel zit. Helaas. Ja, helaas wat minder verbinding. Heb ik ook als ik met de auto rijd en heb ik geen radioverbinding meer. Hij zal een beetje hetzelfde hebben op dit moment. Ja, helaas, dan kunnen we niet meer uitstellen. Komt toch afstel van, dus is misschien ook maar beter. Ja, goed, dan moeten we door naar persoon van het jaar. Allereerst wil ik aan jou vragen, Joelle. Wie vond jij het persoon van het jaar en waarom? Ja, moeilijke vraag. Als je dit me echt een maand geleden had gevraagd, zou ik het antwoord er niet op weten. Maar nu rondom de Serious Request, rondom die actie, zou ik toch wel denken Tijn, de 6-jarige Tijn, met zijn lak aan actie. Hij is zelf doodziek, maar wil toch voor andere kinderen geld verzamelen. En dat vind ik gewoon echt, geld inzamelen vind ik gewoon echt heel erg knap van hem. Nou, dat is een duidelijke mening inderdaad. Ja. En ik hoor zojuist dat er weer verbinding is met Julian, onze live reporter. Dus laten we eerst even overschakelen voordat we bekendmaken wie de persoon van het jaar is. Julian. Nou, wat? Ja? Ja, Julian, hoor je ons? Ja, heerlijk, want ik hoorde alles wat Daan zei, hoor ik wel gewoon. Oké, nou dan praat je gewoon met mij. Goed, we gaan verder. Het is nog niet helemaal optimaal. Julian die is toch ergens. Julian is nog ergens in gesprek. Dan gaan we toch maar verder met de persoon van het jaar. Ja, Julian, je hebt je kans gehad nu. Ja, jammer. Onvoldoende. Oké, zal ik tromgeroffel doen dat jij de uitspraak doet? Zullen we dat maar eens even doen? Dan is de persoon van het jaar 2016 niemand minder dan Max Verstappen. Yay. Ja, dat is toch wel, ja, je kunt misschien wel zorgen, de persoon van het jaar. We hebben maximaal genieten, zo is het. En we hebben 4 meningen gehoord van personen van het jaar, die denk ik ook gewoon personen van het jaar zijn voor ons en voor ons persoonlijk. Ja. We hebben besloten met de redactie dat het Max Verstappen is geworden. Wederom, ik bedoel, ja, Joelle die had natuurlijk als enige geen sporter. Ik vond het trouwens wel ook een goede keuze. Dat was wel echt aandoenlijk om te zien. Ja. Maar ja, nogmaals, de sport verbindt ons een beetje in deze zware tijden. En Max Verstappen is dan toch wel het meest unieke geval dit jaar. Gewoon zo jong en dan eerste worden. Ja. Dan sluiten we af met nog nieuws vers van de pers. Het is een half uur geleden gemeld. Een Libisch vliegtuig is mogelijk gekaapt en is geland op Malta. En er wordt gemeld dat er 118 mensen aan boord zitten en het zou gaan om 2 vliegtuigkapers. Ze zouden hebben gedreigd het toestel op te blazen, maar wat ze precies willen is nog onduidelijk. Het zou gaan om een Airbus A320. Tot zover de uitzending van Nieuws Nou. Ja, we dachten we gaan nog op een positief toon gaan we eindigen, maar dan gebeurt dat. Ja, weer. We willen natuurlijk onze gast nog bedanken, Joelle als laatste. Ja, we wensen iedereen natuurlijk een hele fijne kerstdagen en natuurlijk een goed uiteinde. En houden 10 vingers eraan, zou ik zeggen. Ja, alsjeblieft. Ja, allemaal hele fijne feestdagen. Maak er wat moois van. Eet een oliebol, drink wat champagne, doe een dansje. En ik zie jullie allemaal volgend jaar. Ja, bedankt namens ons.